Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Surinaamse en Nederlandse ministeries van Volksgezondheid evalueren samenwerking. Ministerie van Openbare Werken streeft naar verbreden samenwerkingen nationaal en internationaal. President Santokki op werkbezoek naar Mexico en Verenigde Staten van Amerika. En ieders gezondheid staat bij elke gelegenheid voorop. Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft al enige tijd redelijk goed contact met de top van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland heeft in de strijd tegen COVID-19 behoorlijk wat steun gegeven aan Suriname. Tijdens het recente bezoek van de regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki hebben de twee departementen continuering van de samenwerking besproken, als ook het vaccinatieprogramma geëvalueerd. U hoort minister Amara Madin van Volksgezondheid. We hebben ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid, moeten weten, sinds april 2021 redelijk goed contact met de top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. U weet dat in verband met de steun in de COVID-strijd Nederland al vanaf april 2021 behoorlijk ondersteuning heeft gegeven aan Suriname op het gebied van de COVID-zorg, maar ook de vaccinatie, ons vaccinatieprogramma. Vandaar dat we op dit moment een redelijk goed vaccinatieprogramma percentage dan aan gevaccineerden hebben kunnen behalen, als je dat vergelijkt met de regio. En we hebben dus een kennismaking gehad met de top van het ministerie van Volksgezondheid, zeker mijn collega van Volksgezondheid, al waar wij een aantal zaken hebben besproken. Onder andere de verdere continuering van onze samenwerking tussen de twee ministeries, evaluatie van ons vaccinatieprogramma de afgelopen periode, maar ook hoe wij de samenwerking verder moeten gaan intensiveren. Voornamelijk op het gebied van kennisuitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en het traject voor nog verdere concrete projecten binnen het Makandra, de Makandra-overeenkomst. Ik heb een bezoek gebracht aan het RIVM. Het RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het belangrijkste orgaan, onafhankelijk van het ministerie van Volksgezondheid, welke advies geeft aan de Nederlandse regering op het gebied van de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Er is ook kennis gemaakt met het Outbreak Management Team in Nederland. En we hebben tijdens mijn dagbezoek, het was een compleet dagbezoek aan het RIVM, hebben wij een aantal aspecten besproken. Zo kan het RIVM in een nader uit te werken samenwerkingsverband met Suriname, het ministerie namelijk, ons assisteren op het gebied van COVID-19 datacollectie en analyse. Ook moet u weten dat het RIVM reeds in het begin van COVID-19 in Suriname ondersteuning heeft gegeven in PCR-testkits aan Suriname, maar ook de genetic sequencing vond plaats bij het RIVM. Op dit moment vindt dat plaats in Erasmus, maar het RIVM heeft ons aangegeven dat wij uiteraard weer materiaal richting RIVM toe kunnen opsturen voor genetische analyse van COVID-positieven. Verder is er afgesproken dat wij op het gebied van preventie, maar ook bij de transformatie van het BOG naar het Preventieinstituut, de nodige technische en fysieke ondersteuning mogen verwachten. Ook op het gebied van dengue en het Geographic Information Systems, dus een mapping eigenlijk van Suriname over de dengue, aanwezigheid van dengue, is er ervaring mee gedeeld met ons, die ook verder uitgewerkt wordt. Er is gebruik gemaakt gelijk van de milieuexperts binnen RIVM, alhoewel dit natuurlijk een aspect is van het ministerie van ROM, heb ik gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook daar te informeren op welk gebied wij technische milieuadviezen en begeleiding kunnen verwachten. Met name de focus op kwikgebruik, de toekomstige olie- en gassector en ook de verantwoorde opslag van toxische stoffen, dus giftige stoffen. Er is een presentatie geweest op het gebied van zorgbekostigingsmodellen, welke op dit moment voor Suriname heel erg nuttig is geweest. En er is afgesproken dat wij
voor het labpersoneel van het biologie en andere experts research- en uitwisselingsprogramma's willen opzetten. Er is daarna een bezoek gebracht door mij aan het Radboud UMC in Nijmegen. U weet dat Nederland 8 universitaire medische centra heeft, waarvan Nijmegen een van de grootste is. Amsterdam is het grootst. En er is een werkbezoek gebracht. En daar is er over 6 onderwerpen een dagdeel geweest waar wij hebben besproken. 1. Opzetten van een studiebrug tussen COVAP in Suriname en de verpleegkundige opleiding in Nijmegen. En dit zal passen binnen het Macandra-project, dat wordt nu uitgewerkt. Met name voor algemene en gespecialiseerde verpleegkundige opleidingen zullen er dus opties gecreëerd worden om in Nederland ook studieplekken aan te bieden voor verdere specialisatie binnen de verpleegkunde. Er is gesproken over het antibiotica-beleid in Suriname. En er zullen een pilot van 7 maanden gedraaid worden vanaf denk ik oktober, waarbij er een nationaal antibiotica protocol samen met Surinaamse experts opgezet gaat worden en wij dat zeer belangrijk is voor Suriname. Er is reeds in uitvoering de fysieke, financiële en kennisondersteuning van de neonatologische zorg. Dat is zijn onze kinderen, de kinderzorg, en daar is er reeds samenwerking. Er is verder ook een twinningsfaciliteit aangeboden voor de huisartsenopleiding die binnenkort van start moet gaan via de faculteit der medische wetenschappen. En wij zullen gebruik kunnen maken van ervaring van het huisartsenopleiding binnen Radboud UMC Nijmegen. Maar ook zijn er daar discussies geweest over onze medische specialisten in opleiding in Nederland. Namelijk dat in de vervolgopleiding van specialisten erg wel gewerkt wordt, maar vanuit de opleiding er geen vergoeding is voor de diensten. Dat is reeds geruime tijd zo en komt een voorstel vanuit Suriname om minimale kosten wel uit te keren aan onze specialisten in opleiding. Ook daar in de UMC zijn er presentaties geweest over de zorginrichting en zorgbekostiging. We hebben gezamenlijk met de president een bezoek gebracht aan het Amsterdam Medisch Centrum, een ander universitair medisch centrum. Dus u ziet dat wij naar 2 universitaire medische centra zijn geweest. En ook daar zijn wij warm ontvangen en is gesproken over uitwerking en intensivering van de samenwerking tussen AMC en Suriname op het gebied van research, opleidingen en patiëntenzorg. Namelijk ook afspraken over uitzending van patiënten en het voorgenomen niertransplantatieproject. Er is door mij overleg gevoerd met de Logistics Community Brabant, omdat wij in 2 zendingen al van Logistics Community Brabant medicatie hebben ontvangen vanuit Nederland. Maar nu hebben we dus deze samenwerking willen we verder uitdiepen om in Suriname op te zetten, samen met de LCB Brabant, een regionaal expertisecentrum op het gebied van farmaceutisch onderzoek van bijwerkingen bij medicatie. En LCB zal zich committeren om op structurele wijze medicijnen en verbruiksmiddelen te verzenden naar Suriname. Hiertoe wordt in de komende week een intentieovereenkomst getekend. Ik moet aangeven dat het bezoek aan Nederland voor mij zeer belangrijk is geweest. Er is een goede basis gelegd voor samenwerking. Er zijn ook persoonlijke gesprekken geweest met diverse geïnteresseerde ondernemers. En niet alleen ondernemers, maar ook medische consultants. Ik denk aan Siemens, ik denk aan Philips. Er zijn een heleboel andere zakenpartners waar Suriname al zaken mee doet. Maar dat wij vanuit deze zijde als nieuwe regering een goede evaluatie willen gaan doen van overeenkomsten die reeds bestaan. Op korte termijn, al donderdag, starten wij vanuit het ministerie van Volksgezondheid samen met Volksgezondheid in Nederland om een routemap uit te stippelen en een tijdlijn te verbinden aan de afspraken die zijn gemaakt, zodat wij binnen korte tijd al vruchtbare resultaten kunnen merken. Het ministerie van Openbare Werken streeft naar het verbreden van haar samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal. Voor wat het laatste betreft heeft minister Riyad Nourmohamed recentelijk een bezoek gebracht aan Frankrijk, waar hij heeft deelgenomen aan het Wereld Biodiversiteitscongres. Deelname van Suriname past in het beleid van de regering om meer te doen met het Surinaams groen. Minister Nourmohamed heeft tijdens een persconferentie op maandag 13 september 2021 tegenover de media verslag gedaan van dit bezoek. Luistert u mee.
Ik had een werkbezoek officieel gebracht aan, op uitnodiging naar Frankrijk, waar ik heb deelgenomen aan het Wereld IUCN-congres. Dat is een biodiversiteitscongres, heel groot, heel machtig. En dat past helemaal in het beleid zoals de president heeft aangegeven. De onderhandelingen, gesprekken om wat meer te doen met ons groen klimaat, ons groen, groen land. Daar heb ik ook deelgenomen aan het Bioplateau. Zeg maar conferentie of workshop. En dat is een initiatief van drie landen, Brazilië, Frans-Guyana en Suriname, waarbij wij al 3 jaren investeringen hebben gepleegd in de Marowijnrivier. En we hebben we willen dat gaan voortzetten. Ook op uitnodiging van een van de steden mocht ik een uitleg krijgen hoe men daar omgaat met flood management. Dus overstroming, u kende overstroming de afgelopen maanden. Hoe zij met state-of-the-art technologie dat aanpakken. Dus ook hierover heb ik wat voorstellen gedaan om te kijken hoe we dat kunnen overnemen. Wat zijn de resultaten van dit congres? Er zijn wat presentaties geweest, heel goed, heel positief. We hebben een samenwerking getekend om dit project voort te zetten voor de komende 3 jaren. Dat is goed nieuws, 2022 tot 2025. Daarvoor is een bedrag van 3 miljoen euro vrijgemaakt voor die samenwerking. En ik heb ook aangekondigd dat volgend jaar, februari 2022, deze conferentie dan in Suriname plaatsvindt onder COVID-omstandigheden natuurlijk. Dat was het bezoek aan Frankrijk. En vanwege natuurlijk reisschema waren er wat losse dagen. Daartussen heb ik een werkbezoek ook gebracht aan Nederland. Dat was meer vanwege het beleidsprogramma dat ik heb bij het ministerie van Openbare Werken. Een van de hoofdstukken zegt dat we de samenwerkingen moeten verbreden, nationaal, internationaal. Nationaal is heel goed gegaan tot nu toe. Internationaal zijn we begonnen met Guyana. Daar hadden we goede relaties, maar dat loopt nu heel goed. De volgende bezoek was Nederland. En daar heb ik vooral gesproken met de bouw- en woningsector, het bedrijfsleven, de vakverenigingen op het gebied van bouw- en civiel-technische werken en ook woningbouwcoöperaties. Ook wat investeerders wilden gesprekken hebben, dat is ook geweest. En het laatste gesprek heb ik gehad met de staf van het ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer. En uiteindelijk zijn met alle verenigingen, et cetera, instanties afspraken gemaakt op het gebied van kennisontwikkeling, capaciteitsopbouw en uitwisseling van onderhoudsprogramma's en dergelijke. Het is dus puur eerste kennismaking. Ik heb geen vergaande afspraken gemaakt. Elementaire kennismaking, gesprekken, oriëntatie, rondes. En we gaan kijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen. President Chandrika Prasad Santokhi vertrekt binnenkort naar Mexico voor het bijwonen van de 6e summit van de Community of Latin American in Caribbean States, CELAC. Het Surinaamse staatshoofd zal op 18 september 2021 op deze grootste bijeenkomst aanwezig zijn. In zijn persconferentie op maandag 13 september liet de regeringsleider optekenen dat het een staatshoofdenconferentie van het Caribisch gebied en Latijns-Amerika betreft. Tijdens het bezoek aan Mexico staat ook een werkbespreking op schema met president Andrés Manuel López Obrador van het Noord-Amerikaanse land. Na zijn bezoek aan Mexico stapt president Santokhi op het vliegtuig naar de Verenigde Staten van Amerika om daar aanwezig te zijn op de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op 22 september zal het Surinaamse staatshoofd de vergadering toespreken. Er zullen ook bilaterale gesprekken gevoerd worden met andere collega-staatshoofden. De Caribische leiders zullen via een virtuele meeting overleg voeren met de Amerikaanse president Joe Biden. President Santokhi is recent teruggekeerd van een werkbezoek aan het Koninkrijk der Nederlanden, waar hij onder meer een ontmoeting had met koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte. Het staatshoofd werd vergezeld door 5 ministers. De Surinaamse delegatie heeft in Nederland vruchtbare resultaten geboekt. De vakantie is aangebroken. In deze periode hebben mensen vaak meer activiteit dan normaal. Hierdoor kan het gebeuren dat op bepaalde plekken veel meer personen bij elkaar komen.
Bijvoorbeeld voor recreatie of gewoon gezelligheid. Mensen zijn eenmaal sociale wezens en hebben het nodig om elkaar op te zoeken. Laten we daarbij echter niet uit het oog verliezen dat samenscholingen nog steeds beperkt zijn. Samenscholingen verhogen namelijk het risico op besmetting met het COVID-19-virus. Zorgt u ervoor dat wanneer u in familieverband of als vrienden of kennissen elkaar ontmoet, de hygiënevoorschriften in acht worden genomen. Het is niet bedoeld om wie dan ook onaangenaam te zijn, maar juist om een ieder te beschermen. De gezondheid van elk een staat bij elke gelegenheid voorop, waar u zich ook mag bevinden. COVID-19 heeft zich deelgemaakt van onze samenleving, nationaal en internationaal. Overheden proberen met maatregelen die niet bij iedereen goede aarde vallen, slechts ongebreidelde besmettingen tegen te gaan. Uw ondersteuning is daarbij van groot belang. Het gaat om onze natie, het gaat om onze toekomst. Denk Atori en tik Aspoiti. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.